Brunssum kent een grote groep veteranen, jong en oud. Sinds enkele jaren zijn ze verenigd in de stichting Veteranen Brunssum. Onlangs heeft de stichting een eigen plek gekregen. Een huiskamer, gevestigd in het International Conference Center aan de Oeverbergstraat, op uitnodiging van gastheer Joint Force Command. Voor de veteranen het Military Meeting Point Brunssum. Het Military Meeting Point is een plek waar militairen, oud-militairen, veteranen van elke allure, elke rang en elke NATO-nationaliteit zich moet kunnen treffen in een veilige omgeving. Edwin Altena, commander van de Base Support Group, hecht er veel waarde aan dat hij vanuit JFC zo'n ontmoetingsplek kan faciliteren. Ik vind het belangrijk dat veteranen zo'n ontmoetingsplek hebben, omdat veteranen ervaringen hebben die veel mensen in Nederland niet hebben. Zeer ingrijpende ervaringen en het is goed dat ze die met elkaar kunnen delen. De veteranen organiseren zelf hier hun bijeenkomsten. Waar we naar streven is dat dat zoveel mogelijk ook bijgewoond gaat worden door actief dienende militairen van ons commando. En wat we belangrijk vinden is om ook dan de ervaringen van de buitenlanders met de Nederlandse veteranen, om die met elkaar te kunnen delen. Mijn ervaring tot nu toe hier in het Military Meeting Point is dat mensen het fijn vinden om hier naartoe te komen om samen te zijn met hun maatjes, zoals militairen dat zeggen. Nu komen de veteranen 2 keer per maand bij elkaar. Als het aan het bestuur ligt, komen er echter meer ontmoetingen. We zijn ook van plan om bijvoorbeeld een kerstdiner te houden of met de paas iets te ondernemen waar dan ook het gezin welkom is. Belangrijk eerste agendapunt is nu echter de 3e Veteranendag Brunssum. Die vindt plaats op 15 september op het Lindeplein. Er zijn die dag verschillende herdenkingen. Je kunt militair materieel bekijken, er is muziek, eten en drinken en veel activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie over het Military Meeting Point en de Veteranendag op www.veteranenbrunssum.nl.